De theatervoorstelling Kerst in Paramaribo is gisteren in première gegaan. Volgens de producent Anne Hermelijn was het een en al plezier, dus een succes. Voorafgaand aan de première was er een try-out voor genodigden. Onze nieuwsdienst was er ook bij en maakte het volgende verslag. Deze bakkerij in dit land bedoel je, hè? Ja. Geloof jij niet? Eerst zien, dan geloof. Schat, wil je hem echt zien? Ja. Wil je hem echt zien? Ja. Dan moet je kijken. Ik ga bouwen. Ga kijken. Een fragment uit Kerst in Paramaribo zag u, de theatervoorstelling van het Volksoperahuis Nederland. Rudolfi Producties uit Nederland en ACO Multiservices van Suriname hebben samen met het Volksoperahuis de handen ineengeslagen om deze voorstelling naar Suriname te halen. De Nederlandse ambassade en andere sponsoren zorgden voor de financiering. De acteurs zijn Borge Breveld, Manushka Segelaar Breveld, Kees Scholte, Walter Muringen en Jeff Hofmeister. Onze eerste vraag was, waarom de naam Kerst in Paramaribo? Maar bij de voorstelling wordt ook meteen gezegd, het is geen kerststuk. Manushka zegt het ergens tegen het einde, dat ze verschrikkelijke heimwee heeft wat ze mist. Kerst in Suriname, daar ging het om. Dus het gaat om dat zinnetje en dat is gebruikt als, maar het is anders. Manushka, ik heb begrepen dat jij ook hebt meegeschreven, je hebt geschreven. Wat heeft je geïnspireerd? Nou, Jeff en Kees eigenlijk van Volksoperahuis. Ik was hier met ze om deze voorstelling voor te bereiden vorig jaar. En ik heb ze heel veel laten zien. Zij waren er voor het eerst. Ik ben hier natuurlijk opgegroeid en ik kom elk jaar. Dus ik ben met ze rond gaan rijden en dan zie je ineens je eigen land door hun ogen. Ja. En ja, daar is de meeste inspiratie voor mij in ieder geval vandaan gekomen. Om te kijken hoe iemand die het niet kent en of die er een bepaald beeld van heeft. Hoe zij ernaar kijken en wat er heel goed aan is en wat het met mij doet. Nou ja, daaruit is dit stuk voortgekomen. En 26 keer gespeeld in Nederland en goed ontvangen, heb ik begrepen. Ja, we hadden vrijwel overal volle zalen. Veel Surinamers, maar ook steden waar er minder Surinamers wonen, waren er veel mensen. En het is daar erg goed ontvangen, de mensen waren enthousiast. Herkenden een heleboel hier, herkennen mensen natuurlijk meer. Andere dingen. Maar Holland kennen ze ons land nauwelijks. En daarom is het goed dat we daar gedraaid hebben. Ja, of Surinamers die al heel lang weg zijn. Ja. En dat verandert je beeld ook. Dat is ook niet meer echt actueel. Wij spraken ook Kees Scholte, die nu al een paar keer in Suriname is geweest. En ook heeft meegespeeld in het theaterstuk Uw Koninkrijk Kwamen. Wij vroegen hem wat Kerst in Paramaribo aan het volk wil meegeven. Echt belangrijk is, kijk, Suriname is al 40 jaar onafhankelijk. En zeg maar, politiek gezien snap ik ook heel goed dat het land los wil van Nederland. En daarom is dit ook geen politiek stuk. Want er wonen wel 300.000 Surinamers in Nederland. En dus de verbondenheid tussen beide landen is niet politiek, maar zijn familiebanden. En daarom... Nou, je hebt dat lied Heimwee in de voorstelling. Hè? Dat geldt natuurlijk ook voor heel veel in Nederland wonende Surinaamse mensen. Maar ook dus van zo'n man zoals ik speel. Ja, die verliefd wordt op een Surinaamse vrouw die weer terug wil. Ja, wat doe je? Je gaat mee, toch? Dat is de liefde. Fantastische liederen over Paramaribo en over Heimwee. Wanneer krijg je en Borger en Manushka Breveld samen op één podium? En er zit echt een briljante inburgeringscursus Sranang in voor een bakra. En die zou ik niemand willen laten missen. Nou, ik zeg het heel kort. Ga naar Dio, haal een kaartje en ik hoop dat je die nog vindt. Anne Hermelijn en Maarten van der Kamme, de producenten van de theatervoorstelling die op geëigende wijze het volk inspireren om de voorstelling te bezoeken. Het stuk wordt vanavond, morgen en vrijdag opgevoerd in Theater On Stage aan de Monseigneur Wulfinkstraat.